Wat kunnen stoppen met de vlogs. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Sorry, ik zie een vlek op de lens. Wacht even. Ja, veel beter. Het is inmiddels alweer avond mensen. En hoe kan dat nou, Jozef? Waarom heb je niet lopen vloggen de hele dag? Omdat ik de hele dag gewoon in bed heb gelegen. Dat heb ik gedaan de hele dag. En ik kom niet naar mij toe om te vragen, hoor. Nee, dus ik heb gewoon de hele dag lopen editen en ja, series kijken ondertussen, weet je. Want tijdens het editen, ik heb best wel grote bestanden. Die moeten ook renderen, die moeten ook even, zeg maar, als je ze in een verwerkings... Kijk, als je het in een bewerkingsprogramma gooit, dan moeten ze ook weer even... Het kost even tijd voordat ze weer, zeg maar, geladen zijn. Dus ondertussen kijk ik serie en doe ik dat en doe ik dat. Doe ik alles tegelijk, weet je. Vandaag was meer een soort van rustdag voor mij. Lekker uitslapen tot hoe laat ik wil. En dan verder gaan met waar ik, ja, verder mee moet gaan. In ieder geval vandaag staat er niet echt wat op de planning. Ik weet niet eens of ik naar buiten ga of iets. In ieder geval, ik heb een pizza in de oven zitten. Gewoon lekker zo'n pizza van de Albert Heijn. Geen reclame trouwens. En ik heb hier een lekkere toetje. Mmm, van die chocolaatjes die dan erin zit. Heel lekker, die roze. Ja. En ik heb nog een Red Bull Cola liggen in de koeling. Dus ik ga dat lekker allemaal doen terwijl ik rustig mijn serie kijk. En ja, hoe vinden jullie mijn achtergrond dan? Dat ziet er goed uit, hè? Dat ziet er goed uit. Gisteren zag ik weer een nieuwe brief. Ik ga het gelijk openmaken. Dus ik heb weer een nieuwe brief gekregen, mensen. Jullie kunnen nog steeds jullie posten, dingen sturen, fanmail, et cetera. Whatever, maakt niet uit wat. Al is het een tekening van Naruto, ik ga hem ophangen. Alles wat je naar me toestuurt, ga je op een gegeven moment hier zien op de muur. Als ik die muur helemaal vol, plak ik het verder op de plafond, op het plafond. Ja. Ik ben buiten, mensen. Ik ben toch naar buiten gegaan. Even een beetje frisse lucht halen. Het halen uit de winkel moet ook gebeuren, hè, mensen. Mensen, regen. Die nou. Zie niet, hè? Kijk, weet je, als je geen licht hebt met je camera, heb ik een trucje voor jullie. Je doet je licht af van je telefoon. Zie je het? Dan zet je hem zo achter je camera. Zo, en hou je met die andere hand zo vast. Met diezelfde hand bedoel ik. Heel licht, maar ik zie je nu een auto achter me. Kijk. Ja, hij gaat moeten wachten, sorry. Ja, ga moeten wachten. Ja, ga maar toeteren of iets, maar ja, je moet even wachten hier. Ik kan nergens anders, als ik een hele rondje ga maken, heb ik geen zin in. Zonder geintjes, mensen. Dit zijn echt een van de lekkerste toetjes die er zijn. Niet dat ik jullie sponsor, hoor, Danone. Maar ik stuur jullie wel facturen, geen probleem. In ieder geval. Eens even kijken. Dit haal je eraf, kijk. Dit open je dan. Wacht, ik ga het even openen. Kijk, dit is dus nu open. Maar dan heb je ook nog dit. Hier zit ook nog aan, mensen. We gaan niet verspillen, hè? Nee. Dus we gaan dit gewoon daar zo gooien. Kijk. Doe je soort van zo weg. Zie je, mensen? Niet verspillen, hoor. Dat gooien we even hier. Oké. Hier de chocolaatjes. Die maak je weer open. Oké. Die doe je er allemaal in. Zo. En dan gaan we lekker roeren. Er waren geen kleine lepels meer, dus daarom deze grote. Maar goed, mensen, als jullie een tijdje geleden... Nee man, dat was eergisteren, de vlog van eergisteren. Had ik het over een YouTuber die gepakt werd dat hij, zeg maar, neppe video's deed. En dat klopt ook, mensen. Er zijn veel YouTubers die dat doen, weet je. Ik wilde daar echt op terugkomen. Dus bij deze... Er zijn veel YouTubers die dat doen en door dat soort YouTubers, de reden waarom ik echt boos ben, door dat soort YouTubers, ik wil ze niet eens YouTubers noemen, dat soort ja, individuen, die zorgen ervoor dat de markt op YouTube kapot gaat. Want ik geloof mensen, ik volg ze allemaal en ik zie hoe ze allemaal beginnen, vanaf kleins af aan, ze hebben één viral video en dan groeien ze en dan proberen ze af en toe... Van die pranks. Meestal doen ze allemaal pranks en sociale experimenten. Ze willen gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk abonnees binnenhalen. Het maakt niet uit wat voor content ze produceren. Kijk, bij wijze van spreken, ik kan het ook kunnen doen. Dus dan had ik nu bijvoorbeeld kunnen stoppen met de vlogs.
En was ik nu alleen maar sketches, volop sketches gaan maken, volop sketches online gooien. Geloof me, dat had me veel meer abonnees en views geleverd. Maar wil ik dat wel? De vraag is, wil ik dat? Nee, ik wil dat niet. Ik wil gewoon ook de vlogs zijn nu echt een onderdeel van mij geworden, weet je. Maar ja, ik denk dat ik ben bang dat over een paar jaar YouTube niet meer gaat bestaan. En over een paar jaar, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat over bijvoorbeeld een jaar of 10. YouTube bestaat ook maar een jaar of 10. Maar door dit soort mensen ben ik bang dat de markt echt kapot gaat. En dat gewoon op een gegeven moment een ander platform omhoog gaat. En mensen video's daarop gaan gooien. En daarom ben ik bang dat YouTube op een gegeven moment gaat ophouden. En geloof me mensen, de vlogs gaan ook op een dag ophouden. Of je het nou gelooft of niet. Het gaat echt een keertje ophouden. Ik zal echt een keertje gaan stoppen met vloggen. En dat wordt nu al tegen me gezegd van, Youssef, stop nou maar met vloggen. Want ja, de views die zijn niet al te hoog. Voor de vlogs dan tenminste. En ja, het is beter om sketches te gaan maken. Wordt mij aangeraden door mensen, weet je. Maar als ik naar hun ga luisteren en dat ook ga doen, dan doe ik niet wat ik graag wil, weet je. En dat vind ik dan, ik zeg best wel vaak weet je. Dan vind ik dat niet, ja, bij me passen. Dan vind ik het nep. Ja, dan vind ik het fake. Ik wil gewoon real blijven, weet je. En als ik gewoon, ik zeg weer weet je. Batterij is bijna leeg van mijn laptop. Wacht even, ik zet even snel aan. Oké. Die is aangesloten. Maar goed, ja, op een dag zal het stoppen mensen. En wat ik naast YouTube nog ga doen, ik hoop dat ik tegen de tijd dat, ja, YouTube niet meer bestaat of iets anders, of ja, of gewoon, ja, ik weet niet, tegen de tijd dat ik ooit zou gaan stoppen met YouTube, dat ik dan iets heb waarop ik kan terugvallen. En niet per se een diploma of iets, of, maar gewoon dat ik al ergens werk waar ik gewoon voor mezelf het liefst, een eigen bedrijf of desnoods, ja, voor tv. Want ik denk dat tv, kijk, tv heeft nu misschien wel minder kijkers als vroeger door YouTube. Maar ik denk dat tv wel voor altijd is. Dus het wordt wel vernieuwd, maar tv is er voor altijd. Dus misschien zal ik werken voor tv als programmamaker of iets. Dat zou best wel leuk zijn. Of zo'n RTL Late Night Show programma, dat zou ik best wel graag willen hebben. Ja, ja, dat is allemaal dromen, mensen. Maar ja, het liefste wat ik ook wil, is gewoon echt, is een droom van mij, wat veel van jullie ook niet weten, is dat ik een eigen stichting wil. Een eigen stichting, niet per se om mensen te helpen, dus stichting AIDS of stichting Opkikker of whatever. Nee, gewoon echt een stichting, gewoon ergens gevestigd waar mensen langskomen met hun problemen en dat ik ze dan maatschappelijk kan helpen als een soort van maatschappelijk werker. Kijk, ik hoef er niet heel veel geld aan te verdienen, maar dat vind ik wel leuk om te doen, snap je? Dus dat zou wel echt iets zijn wat ik later zou kunnen doen. Een eigen stichting openen en dan mensen kunnen helpen. Maar goed, nu zit ik hier met de camera in mijn linkerhand en een danootje in mijn rechterhand. Dus volg. Ik zit nu mijn lievelingstekenfilm van vroeger te bekijken. Dat was, sorry, ik heb een beetje de hik. Dat was Tom en Jerry. Dat was vroeger echt mijn lievelingstekenfilm. Daar keken, die konden gewoon met de hele familie kijken, weet je. Dat was gewoon echt, gewoon, ja, gewoon die ouderwetse humor. Maar je kan er helemaal stuk op gaan. Kijk eventjes, kijk. Hij gaat proberen uit zijn hol te roken. Ja, daar word je misselijk van, pik. Hier heeft hem gevangen. Goed gedaan! Zo. Pas, wat wil je? Wat? Nee. Geef! Echt niet. Plat. Heeft er gewoon gebroken. Alsof daar bot in zit. Zoals jullie zien is het de volgende ochtend. Oh, ik ben echt ziek geworden, man. Ik werd echt iets van, kijk, ik sliep om 1 uur ongeveer zoiets. En
Ik moest om 4 uur, kreeg ik zo'n buikpijn, jongen. Ik moest zo nodig naar de wc, jongen. Oh, mijn god. Lang niet zoiets meegemaakt. Waarschijnlijk iets verkeerds gegeten dat het zo is gebeurd. Maar ja, in ieder geval. Ik weet dat het niet echt een hele spannende vlog is als de vlog hiervoor. Was best wel, ja, was best wel leuk om te kijken. Eerlijk gezegd, al zeg ik het zelf, hè. Maar in ieder geval. Mensen, af en toe als je mij volgt, dan weet je dat ik niet altijd spannende dagen heb. Dat ik gewoon liever een vlog heb waarin ik een beetje praat met jullie. En mijn mening deel met jullie. En dat soort dagen moet je ook gewoon ertussen hebben, weet je. Je kan niet altijd hyping zijn en leuke dingen doen, et cetera. Dus, vond je deze vlog nou gewoon leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet om hieronder een reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten, want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...